In oefening 1G moeten we de loodrechte projectie gaan bepalen van een vector A op een as bepaald door vector B. Dus wat moeten we eigenlijk gaan doen? We hebben ergens een vector A en we hebben een as met dezelfde richting en zin als een vector B. En we moeten de vector gaan bepalen geprojecteerd op die as, deze vector. We kunnen dat puur analytisch gaan doen. Dus wat kunnen we eigenlijk gaan doen? We kunnen gaan kijken naar een bewerking die met loodrechte projectie geassocieerd kan worden. En dat is het scalair product. Als je het scalair product neemt van A met een eenheidsvector, dan vind je dat dit de grootte van de vector A is, maal 1, maal de cosinus van de ingesloten hoek. Dus als we een eenheidsvector nemen volgens deze as, eenheidsvector E, dan is dit de ingesloten hoek. En dan vinden we met het scalair product inderdaad de lengte van die geprojecteerde vector. We hebben niet de lengte van die vector nodig, maar we hebben de volledige vector nodig. Wat gaan we doen? We gaan de eenheidsvector E vermenigvuldigen met zijn lengte. Dus we gaan hier maal even. Dus let op, dit product is een scalair product tussen twee vectoren. We krijgen een getal. Dit getal vermenigvuldigen we met een vector. We krijgen een nieuwe vector met als richting en zin de zin en de richting van deze as. En met als grootte de grootte van de projectie van A op deze as. Hoe gaan we dat nu in praktijk gaan doen? We hebben hier die eenheidsvector nodig volgens die as. En die as is in deze oefening gelegen volgens B. Dus wat hebben we nodig? We hebben een eenheidsvector nodig die evenredig is met B en lengte 1 heeft. Wat doen we dus? We gaan gewoon de vector B delen door zijn norm. Deze eenheidsvector is de eenheidsvector die hierin moet komen. Het scalair product uitrekenen, dat gaan we niet doen met die formule A cosinus theta, maar dan kunnen we rechtstreeks gaan doen. Dat is x-component maal x-component, y maal y-component, z maal z-component en dat wordt het scalair product. Dus deze oefening kan volledig analytisch opgelost worden.